De horecasector is verrast met de nieuwe maatregelen die zijn vastgesteld door de gezondheidsautoriteiten. Dit zei Jonathan Martori Harjo, voorzitter van de vereniging Horeca Suriname, vanmorgen tijdens een persconferentie aan de Van het Rooseveltkade. De groep ondernemers is volgens de voorzitter gebelgd en zit met de handen in het haar. Wij zijn gisteren verrast met de wijziging in het uitgangsverbod van 11 naar 9 uur. Betekent voor de sector 8 uur. En niet zo lang terug hebben wij al geprotesteerd en hebben we gevraagd dat we die verruiming nodig hebben, omdat onze mensen in de sector het niet meer kunnen dragen. En dan kijk ik niet alleen naar jullie als collega-ondernemers, maar ook alle mensen die in dienst zijn bij de verschillende restaurants en eetgelegenheden. Martori Harjo zegt dat bepaalde punten die de autoriteiten hebben aangegeven als reden voor het treffen van de maatregelen vooraf waren besproken en toen geen probleem vormden. De voorzitter onderstreept dat er daadwerkelijk collega's zijn in de horecasector die over de schreef gaan, maar dat er anders gehandeld moest en kon worden vanuit de autoriteiten. Maar ik geloof wel dat die overheid het zelf heeft gekweekt. Als we na 11 of na 9 uur, of nadat het uitgaansverbod is ingegaan over straatrijden, dan misschien heb ik het mis. Misschien rijd ik niet in de juiste straten. Maar ik kom nooit een politie tegen die vraagt wat je over straat doet. En dat is bij velen zo. De burger voelt zich vrij ook na het uitgaansverbod. En als je een collega hebt die een beetje door zijn contacten wel een feest kan organiseren, dan moeten de anderen gewoon toezien hoe dat gebeurt. Martori Harjo stelt dat de horecasector eerder heeft voorgesteld dat zij de autoriteiten willen helpen aan oplossingsmodellen. Genoeg horecaondernemers zijn over de kop gegaan. Dat er recentelijk weer is geïnvesteerd in personeel en andere zaken om nu weer voor verrassingen te staan, is volgens de voorzitter dan ook ongelooflijk.